ut om det leder sig ut mot mycket ganska annorlunda bruk och bevis. Där det är resultat där En als je aan de rechterkant zijn, dan moet je het buisje naar links gebruiken. En als je aan de linkerkant zijn, moet je het buisje naar rechts gebruiken. Dan blijft er ook anders wel de voor naar beneden. En draaien in een bocht, dat doe je gewoon met je zichtveld. Maar ik zal in uitgetekend FP doen. Dan speel ik zo in de gewone versie. En, dus ik doe nu heel het buisje naar links in. Links. Nu heb ik het buisje naar rechts om die bocht goed te nemen, maar in het begin zullen we altijd het buisje naar links moeten gebruiken. En ja, zo. Nu ben ik wel even traag, maar ja. Ik denk dat ik even moet springen in dat water. En ik gebruik nu altijd buitje aan links. Nu ook. Blijf buitje aan links gebruiken. Zo. Nu los ik dan gebruik even buitje naar rechts, dat ik niet rechts zou vliegen naar links. Hier switch ik even over naar rechts, terug naar links en ik draai met mijn gezichtsveld. Als je dat niet zou doen, zou ik gewoon rechtdoor vliegen. En dan moet je moeten weten om te surfen en dan kun je surfen. Maar dan zijn er nog voor te bukken en dan kun je ook beter surfen of wat beter te vliegen en zo. Maar dan moet je zelf zien waar je dat moet doen. Dit was de video.